De Nabawi School voor Basisonderwijs heeft vanmorgen de feestelijke opening gedaan van 8 extra lokalen. De school is onderdeel van de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname, de SIS. De opening is gedaan door de schoolleider, minister Brontes Omohadjo en Gracia Fallis Ormskerk van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Donaties voor de bouw van de extra lokalen komen van donateurs, sponsoren en leden van de SIS, zegt John Castro, een van de initiatiefnemers van het project. Toen de COVID-19-pandemie uitbrak, ontstond er een grote noodzaak om de 300 leerlingen te verspreiden over de bestaande 10 klassen. Binnen 11 maanden hebben we het wel kunnen klaarspelen om dit gebouw op te zetten door de gemeenschap te enthousiasmeren, te vragen naar donaties, waarom ze zouden moeten doneren, waarvoor het nodig is. En ik moet u wel vertellen dat de gemeenschap, zowel hier in Suriname als in het buitenland, in de rij hebben gestaan om ons te ondersteunen. En de sleutel van dit succes is simpel, transparantie. Transparantie nogmaals, zuiver zijn en de middelen die geschonken zijn of die gegeven zijn via de social media, hun wijze waarvoor het bestemd is geworden en zo van het een het andere. U weet, mensen die doneren willen gewoon zien. Zie naar Bribi. En dit is het resultaat van eigenlijk geen nul optie. Na 11 maanden hebben we iets kunnen neerzetten. Volgens Fallis Ormskerk, directeur beroepsonderwijs, is het belangrijk om vanuit het ministerie zulke projecten te ondersteunen. Minister Somohadjo sprak de hoop uit dat dit project de gemeenschap, maar in het bijzonder de moslims, bij elkaar brengt en stimuleert elkaar te blijven helpen. Natuurlijk wordt verwacht van het ministerie dat ontwikkelingen van daaruit geschieden. Trouwens, dat is de bedoeling. Maar het is niet uitgesloten als het ook anders kan. Ik ben heel trots op de mensen die bijdrage geleverd hebben om voor ons lokalen neer te zetten. U heeft aangehaald dat de COVID-situatie ook ervoor gezorgd heeft dat u anders moet gaan denken. Deze festiviteit keer op keer benadrukt. Deze festiviteit moet ons laten zien dat wanneer we samenwerken, we veel kunnen bereiken. Dat wanneer we samenwerken, we ook zoete dingen kunnen bereiken. Ik heb dat al een aantal keer aangehaald. We zitten in een periode van financiële crisis. Van het land proberen uit de crisis te trekken. En we slikken allemaal een bittere pil. Maar straks gaan we veel zoet eten. Straks met al dat geld van olie en gas gaan we veel rijkdommen krijgen. De indeling van de klassen is gemaakt aan de hand van de COVID-19 situatie, waarbij er maximaal 24 leerlingen in een lokaal zitten met een onderlinge afstand van 1,5 meter.